Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een gloednieuwe Minecraft video natuurlijk van onze eigen server, want we hebben heel wat updatejes klaarstaan en die updatejes die zijn we op dit moment aan het uitrollen en die updatejes die zullen waarschijnlijk ongeveer zaterdag à zondag klaar zijn. Tot die tijd blijft onze server gesloten en is hij niet te joinen voor jullie. Zoals jullie kunnen zien vliegen wij op dit moment in de Survival Storm. Want ik was heel eventjes op zoek naar de nieuwe mobs. Want we hebben namelijk nieuwe mobs in de Survival Storm. Een achttal mobs. We hebben er vier in de Nether en vier nieuwe hebben wij hier zo in Survival Storm. Echt enorm episch en enorm awesome zijn die mobs. En alleen ja, ik weet niet precies waar ze zijn. Maar ja, we komen ze vanzelf misschien wel een keer tegen. In de tussentijd ben ik hier gewoon lekker aan het rondvliegen. Wat wij dus namelijk gaan doen met onze server is dat wij hebben dadelijk een nieuwe lobby. Omdat onze oude lobby die werkte toch niet helemaal lekker. Hij bleef te vaak hangen waardoor mensen join problemen hadden. Dus we hebben besloten om daar gewoon een nieuwe lobby voor te gaan fixen. En dat is dus ook geslaagd. Ik heb een nieuwe lobby weten te fixen. En daardoor kunnen wij dus binnenkort, als het goed is, met een nadruk op als het goed is, vlekkeloos en vloeiend de server joinen. Eerder hadden we wel eens die join-probleempjes natuurlijk. En die join-probleempjes die bestonden onder andere uit, ja, jullie weten natuurlijk wel, dat je op een gegeven moment gewoon niet meer kon joinen. We hadden lek op het moment dat je wou joinen, allemaal dat soort dingetjes. Dus toen hadden we zoiets van, ja, het wordt echt eventjes tijd dat we eventjes wat gaan doen. En dat is dus ook wat we hebben gedaan en ik ben heel erg blij met de uitkomst. Nu kan ik jullie natuurlijk wel vertellen hoe onze server een beetje werkt. Dat is dat wij van bepaalde mensen kopen wij af en toe een setup. En dat betekent dus dat de hele lobby alles gewoon helemaal klaar is. Dat het al helemaal gedeveloped is. Dat de map erin zit en allemaal dat soort dingen. Nou, dat is dus ook aan de hand nu met de lobby. En jullie zullen ook meteen merken dat deze lobby toch wel wat stukken beter is dan de lobby die we eerder hadden. Maar ook dat de lobby die we dus nu hebben, dat die wat fijner gaat werken. Je kunt er meer aan doen, het is nog wat duidelijker. Het is een iets kleinere lobby trouwens ook. Je hebt wat andere menu's, je hebt er muziek in, je kunt een of andere Pokémon-ballen gaan zoeken. Je kunt een vet parcoursje gaan doen en allemaal dat soort dingen. Dus dat is enorm episch. En dat is ook waarom we daarvoor hebben gekozen. Omdat wij zijn dus ook druk bezig met natuurlijk de release van City... of wat zeg ik nu? City War wou ik zeggen. De Gold is even een beetje aan het slapen. Nee, City War, dat spelen wij natuurlijk op een andere server. Maar ik bedoel natuurlijk Gold City. Ja, daar zit natuurlijk ook een City in. Dus ja, daarom dat ik een klein beetje in de wacht was. Sorry daarvoor. Ja, City en City. Zo noem ik het ook nog wel eens heel vaak City Craft. Maar dat maakt helemaal verder niks uit. Maar in ieder geval, wij zijn dus bezig met Gold City. Die hele gave game mode die om iets heel vets gaat draaien. Alleen het 100% concept, dat gaan we nog niet spoilen. Want bij ons gaat het niet all about the monies. Het gaat bij ons echt om hele andere gave vette dingen. Want je kunt namelijk een bepaalde... ja, hoe moet ik het zeggen? Je kunt een bepaalde topspeler worden als je een bepaald iets hebt. En of dat nou geld is, of dat het een ander item is, of whatever dan ook. Dat gaan we lekker niet zeggen, maar het wordt wel enorm awesome. Want je moet keuzes gaan maken en je kunt ook heel veel vette dingen gaan doen, wat ik nog niet ga zeggen. Maar dat maakt verder niks uit. In ieder geval, Gold City wordt een heel gaaf project. Dat is ook trouwens het grootste project waar we ooit aan zijn begonnen. Maar ja, die sowieso 100% zeker online gaat komen. Want we hebben wel eens Adventure gehad. Daar hadden we dus ook al voertuigen in. En dat was eigenlijk ook al een beetje op real life, roleplay-achtig iets. Basic was het iets gemaakt. Maar dikker heet het dus geen Adventure. Een hele nieuwe naam. Het heet dus op dit moment Gold City. En het is echt super episch. Zo, het begint hier in één keer lekker te stormen hoor. Ik ben ook eventjes een videootje aan het opnemen. Nou, wat komt er nog meer? We krijgen dus ook creative plots. Nu hebben wij ook meteen gekozen om dat ook goed te doen. Dus daar gaan wij ook, en daar zijn we heel eerlijk in, een setup voor gehaald. Want ik ga namelijk niet natuurlijk met de, hoe heet dit, met de fame lopen dat ik iets zelf heb gemaakt. Terwijl het niet zo is. Want wij betalen die mensen er ook voor om die setups natuurlijk, of voor die setups.
Dus vandaar ook dat wij dan op dat gebied net wat leukere, vette dingen kunnen createn. En dat is trouwens, even kijken, met wel, wat is er nog meer? Nee, arcade games die hebben wij, of in ieder geval die mappen, die bouwen wij zelf. En even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Ja, arcade games natuurlijk, die komt er ook aan. Met een paar hele toffe gave minigames. We krijgen namelijk Blokhunt, oftewel Hide and Seek. We krijgen een Tower Defense. Op zich is hij wel lachen, maar hij duurt nog wat langdradig. Dus daar zijn we nog een beetje wat dingen aan het aanpassen, waardoor het wat sneller gaat. En wij krijgen een heel gaaf iets en dat is Rabbids vs. Penguins. Wat Rabbids vs. Penguins is eigenlijk een teamspel waar je met een team kunt gaan spelen. En dat je nogal heel goed moet opletten, want je krijgt eigenlijk mobs. De Rabbids krijgen de Penguins tegen zich en de Penguins krijgen de Rabbids tegen zich. Nou, kilt een Penguin een Rabbid, dan spant er een Penguin bij de Rabbids. En kilt een Penguin een Rabbid een Penguin, dan spant er natuurlijk een Rabbid bij de Penguins, of hoe het ook heet. Ja, ik ben het waarschijnlijk weer heel ingewikkeld aan het uitleggen, maar zoiets in ieder geval is het. Het is dus zo dat wij op dit moment druk bezig zijn om alles lekker te gaan connecten, dat alles helemaal goed gaat lopen. Dat betekent ook dat er weer wat kleine updates gaan komen. Onder andere zijn we aan het kijken om de rollen die je dus hebt op de Discord-server, op de Minecraft-server, dat je die ook op Discord gaat krijgen. Of dat helemaal gaat lukken, dat weten we nog niet 100% zeker. Maar in ieder geval, we zijn daarmee bezig. En we hopen uiteindelijk dus ook dat dat 100% goed gaat komen. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Want op dit moment gaat het allemaal redelijk goed. We moeten alleen nog een paar dingetjes gewoon overzetten. En dan zijn we uiteindelijk helemaal klaar ervoor. Dan is het ook nog zo, ik heb heel vaak de vraag gekregen of ik een standaard survival wou gaan maken. Die gaat er waarschijnlijk dus ook komen. Maar het is wel zo dat als we nu open gaan met die survival, dus ik zou zeggen van jullie willen zo graag die survival, dat we zeggen van jongens, we gaan hem open gooien. Dan betekent het eigenlijk dat die survival open zou gaan. Maar dat als er 1.16 is, dat die survival dicht gaat en dat er een 1.16 survival komt. Dat geldt dus ook op het moment dat dan 1.16 uit is en op een gegeven moment komt 1.17 uit. Dat we dan ook weer de server uitzetten en weer naar 1.17 gaan. Zodat we een rotatie houden en dat we gewoon elke keer opnieuw naar nieuwe avonturen kunnen gaan zoeken. Dan gaan wij ook nog het eventjes hebben over gedeelte PvP. Want dat gaan we ook nog krijgen. We gaan een gedeelte PvP games nog krijgen. En we gaan nog een event server krijgen. Waar eigenlijk elke maand een gaaf event gaat draaien. Denk eraan bijvoorbeeld aan een Battle Royale game. Denk eraan aan een CSGO game. Denk eraan aan een arcade random games game. Denk eraan aan een soort van lab. Jullie kennen dat misschien wel weer van HiveMC Lab. Waar ja, dat is ook wel een hele gave game. Paintball, van alles en nog wat. Ga daar alvast aan denken, want dat soort games gaan wij dus ook in event servertjes draaien. Want dat leek ons ook super awesome. Daarbij, ja, dit is wat ik zeg, van jullie kunnen altijd een suggestie achterlaten als jullie iets willen zien. Dan moet je op onze Discord eventjes /suggest doen. En dan doe je eventjes de game mode die jij graag gesuggest hebt. En vervolgens kunnen wij dan gaan kijken of wij dat inderdaad erin kunnen gaan zetten. Dus dat is een beetje de bedoeling. Nou, ik kan jullie zeggen dat deze survival storm, die gaat ook nog updates krijgen met wat nieuwe stormen en dat soort dingen. Maar dat is voor later. We gaan nu eerst even de focus leggen op natuurlijk alles goed te laten lopen. Alles goed weer opnieuw te gaan connecten. En dan als dat allemaal is gelukt, dan gaat het helemaal goed komen. Ook zijn we op dit moment nog steeds op zoek naar iemand die redelijk goed kan developen met Java. Of met Java heet dat volgens mij gewoon. Want die zoeken wij ook nog. Want op dit moment doe ik eigenlijk alles een beetje achter de schermen. En het is vooral het instellen, dat soort dingen. Nou, dat kan ik nog, maar een pluginnetje helemaal zelf maken, dat gaat me nog net wat te ver. Dus daar zoeken we ook nog steeds mensen voor. We zoeken ook nog steeds bouwers voor degenen die dat tof vinden om te doen. We zoeken ook nog steeds stafleden. Dus hoe dat eigenlijk een beetje zit, is dat we actieve mensen zoeken. Dus je moet niet in één keer naar mijn Discord komen. Hey Gold, ik wil staf worden. Want nee, dat word je niet. Je moet gewoon zorgen dat je lekker actief bent op de server. En wie weet word je op dat moment wel vanzelf één keer staf. Nou, we zien hier dat er in de tussentijd allemaal overstromingen aan het komen zijn hier zo. Omdat ik hier aan het rondvliegen ben en er is blijkbaar een soort tsunami-storm. Dus een beetje overstroming, een beetje wateroverlast. Maar dat maakt verder helemaal niks uit. Dan is het zo dat er is inderdaad alle game-modus die worden dus een beetje opgepoetst. Daarbij gaan wij dus ook, en dat is dus ook wel heel leuk.
gaan wij alle ranks, dus bijvoorbeeld de global ranks zoals gold en zo, die ga je dus ook echt op elke server hebben. En wat het leuke daarvan is, is als je dan een gold rankje bijvoorbeeld hebt, dan kun je dus bijvoorbeeld in elke game die jij gaat spelen, kun je gewoon gaan zitten. Kun je gewoon slash sit doen en dan ga je erbij zitten. Dan heb je zoiets van, ja, we kijken wel lekker, want ik heb er geen zin in. Daarbij gaat er dus ook een update komen dat de gold rank op elke server een kitje gaat krijgen. Daar gaan we dus ook mee bezig. Dat wordt ook enorm episch, want dan heb je dus op elke server krijg je gewoon een speciaal kitje. En op elke server zul je een kleine voordeel hebben. Dat geldt dus met alle globale ranks. Dan hebben we natuurlijk ook nog de andere ranks. Die zijn dan weer vooral voor ja, wat voordelen. Bijvoorbeeld in Skyblock, maar ook bijvoorbeeld in Survival en dat soort dingen. Dus er gaat heel veel gebeuren. Er gaan heel veel vette updates komen. Ik hoop dat jullie er alvast zin in hebben. Laat alvast weten wat jullie een beetje van de updates vinden die er aan het komen zijn. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Dus zaterdag of zondag gaan we weer de server openmaken met de livestream. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Hopelijk hebben jullie er ook net zoveel zin in als mij. En dan gaan er heel veel gave projecten de komende tijd aankomen. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.